Hello everyone, today we are climbing at Rochers, the Grands-Malades. A really great place. If you park, you can walk there like 10 seconds and you're at the rock formation. So a really great place. It's kind of like a little bit of slippery rocks, but you will manage. Thank you. Yeah. I just drop it there, yeah. Thanks. I stepped on it, so it's a bit dirty, sorry. Ah, doesn't matter. Thank you. Okay, so I come down here. I'm triggering again. Struck langs moet, hè? Oh, hier. Ja, hier misschien, maar we heel veel vertrouwen in hebben dan. Proberen? Nou, ik had liever dan ook een linkerhand die wat vaster had. Dat je niet zeg maar vol verantwoordelijk alleen van je rechterhand bent. Nou ja. Misschien naar boven ook, maar. Een gladde rots hoor. Oh, heel strak.
So on this climb, we actually, Elisa tried it, but she couldn't make it. But I tried it and I moved a little bit to the side and then we took a different route. So you know. Maar dan moet je wel eerst een stapje omhoog. Waar dan? Dan red je wel. Als ik dat al red, dan... En toen trok je zo omhoog? Dat is wel hoog. Oké, en dan moet ik eigenlijk even hier onderdoor, hè? Ja. Ik kan die er wel even afhalen. Ja. Valt die soort kapot of zo? Doe maar niet. Even denken hoor. Even weg verloor ik. Wat is dat dan weer, piep piep piep? Ja, dan is die wel weer wachten. Oh, oké. Ik denk even een keer dat mijn kapot. Waar? Die? Je had hier gestaan, hè? Ja, ik zie het. Het is wel heel moeilijk, ja. Kijk, als je één opschuift. Ja? Heb je ook niet veel... Hier inklikken zijn, hè? Ja, ik zal eerst inklikken. Ik wil dan die andere even loshalen. Kan ik daar nog heen dan? Nee. Dan moet je hem niet strak houden dan, hè? Oh, nu kan ik hem niet loshalen. Het is veel te strak. Doet het een heel raar. Oké, gaan we hierheen dan? Het is allemaal krimpjes, hoor. Waarom zit hij zo strak? Nou, dan moet ik daar in klikken eigenlijk, hè? Dan zou ik niet gewoon hierin klikken. We gaan wel steeds verder opzij. Hij zit nu al op de nummer 10. Ja, maar ik zie daar ook geen manier om omhoog te komen, lief. Deze misschien wel. Deze maar doen dan. Ik kastij niet zo lekker, hè? Dus ik heb touw nodig. Ja? Die er gewoon in laten zitten dan? Oké, dan moet jij ook eigenlijk even gaan verplaatsen nu, hè? Ah, hier zie ik ook niet echt een optie. Ik zie er boven mij, maar ja, hoe kom je daar? Aanbij.
Kom even blok. Ik hou het niet meer. Kom maar wel, hè. Ga me alleen wel wat energie kosten. Ik kan hier mijn voet zetten. Hier. Maar dan heb je hier geen handhold meer. Die misschien. Oké, niet strak trekken, niet strak, niet. Oh, een steentje dit zie. Wat? Nee, nog niet. Maar bij far de moeilijkste route ooit. Dit is echt. Ben er bijna. Ga nog even door dan.
strak. Ja? Iets strakker? Die of die? Die, hè? Recht omhoog, denk ik. Hè? Huh? Daar zit niks. Het is die of die? Ja, ik zie dat nog even naast je. Recht omhoog, denk ik. Daar. Ja. Dat is fucking ver. Ja. Maar ik heb die Strak. Ja, even blokken. Oh jee. Kom aan. De 4 batterij. Die dagen dit scheurt hier voor me langs. Even kijken hoor. Klimmen. Recht omhoog, hè? Ja, het is allemaal wel een heel gladde rots, zie ik. Dat is de reden dat ik dacht, ik kies daar easy route.
Ik wou hierop gaan staan, maar die zit los. Nu heb ik wel een pocketje waar ik in kan staan. Ziet er niet makkelijk uit, hoor. Ik klim gewoon hierop. Hier zit ook één. Oh nee, overhang. Overhang. Dit is overhang. Dit is al een overhang, hè? Baby lizard. Ta main, tu peux vraiment juste la peau. Ah.
Thanks for watching. This was all the things we climbed. At least I did the same route as me, but I'm not going to include both routes because it's just the same route, but from a different perspective.